Hi, welkom bij Wat, de videoserie van Peugeot waarin we alle vragen en onzekerheden omtrent elektrisch rijden beantwoorden en wegnemen. Mijn naam is Yvette van Automeisje en samen met Peugeot-expert Paul gaan wij jullie meenemen in de wereld van elektrisch rijden. Er zit een hoop techniek in de auto en in deze aflevering gaan we het hebben over de app. Maar wat kan ik daar precies mee? Er zijn zelfs twee apps die handig zijn in combinatie met deze elektrische auto. Oké. Okay. Dat is de My Peugeot app en de Free to Move app. Kun je me dat demonstreren? Jazeker. Dan heb ik er een beeld bij. Kijk, ik heb hier de My Peugeot app. En wanneer we hem opstarten, dan zie je een afbeelding van de auto met de actuele laadtoestand. Oftewel de actieradius die nog af te leggen is met de laadtoestand van de batterij op dit moment. En deze kant onder hebben we een aantal gekoppelde services. De e-remote control. Ja. En binnen de e-remote control die twee mogelijkheden. Temperatuurregeling en oplaadcontrole. En met die temperatuurregeling kan ik vooraf de temperatuur in de auto bepalen. Stel, exact. Ik heb geen zin om in een koude auto te stappen 's ochtends, dan kan ik tijdens mijn ontbijtje al de temperatuur omhoog gooien. Exact. Dit zorgt ervoor dat je op het moment dat je 's ochtends wegrijdt, altijd in een aangename temperatuur in de auto stapt. Dus in de winter is het warm, in de zomer voelt het koel. En oplaadcontrole, wat is dat? Oplaadcontrole, hier kun je zien of de auto al helemaal is opgeladen, maar je kunt ook het opladen uitstellen. In sommige gevallen kan het interessant zijn om pas op een later moment te gaan starten met laden. En waarom? Nou, omdat heel veel mensen ook een nachttarief betalen bij een energiemaatschappij. Dus dan kan het interessant zijn om aan te geven dat je pas om 11 uur begint met het laden. Ah, een beetje kosten besparen dus. Ontzettend kostenbesparend. Dan had je het ook nog over een tweede app, de Free to Move app. Ja, inderdaad. De Free to Move app is handig om je reis te plannen. In de Free to Move app kun je van tevoren al aangeven waar je naartoe wil. Ja. En het mooie is dat de app dan rekening houdt met de actieradius van de auto. En geeft zo aan wat de beste route is om van laadpaal naar laadpaal te gaan. Vooral als je natuurlijk een hele grote afstand gaat overbruggen. Dus ik heb onderweg geen laadstress meer? Je hebt onderweg geen laadstress meer en kunt gewoon 's ochtends wegrijden, het navigatie is ingesteld en je rijdt weg in een aangename temperatuur. Dus hij koppelt het meteen met het scherm in de auto? Hij koppelt het ook met het scherm in de auto inderdaad. Ah, dat is fijn. Dus je hoeft het in de auto niet meer opnieuw in te stellen. Eén keer binnen de app en klaar en wegrijden maar. En vertrekken, top. Wat je heel veel mensen hoort zeggen is dat ze het toch wel spannend vinden om met een elektrische auto te rijden. Zeker als ze grotere afstanden moeten overbruggen. Ja, maar als ik het zo hoor, dan neemt eigenlijk die app heel veel onzekerheid weg. Ja, zeker, omdat die in het navigatiesysteem gewoon de laadpunten aangeeft. En dat geeft je mooie mogelijkheid om ook even een rustmoment in je reis in te bouwen. En geen laadstress meer. En geen laadstress meer. Dit was aflevering 4 van Wat. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de kosten van het laden. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Doei doei!